zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Lengte voorsprong en het tempo duidelijk omhoog voor Dylan de Chantil. 15-9 de tussentijd. Clopin de Boulay klampt aan. Daarachter aan de relingzijde denkt Jaap van Rijn. Hij mag wel wegwezen, die Clopin de Boulay. Want dan kan ik eruit met Elias. Zo gaan de paarden de laatste bocht in. En dan gaat naar de binnenkant nu de 7 Evolutief Dam. Gaat nu weer terug naar buiten. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En Ebbingen gaat nu echt aan het werk. Ebbingen denkt, het mag wel een keer. Clopin de Boulay, je was vroeger veel en veel beter. Laat het maar weer eens zien. Dylan de Chantil aan de buitenkant. Clopin de Boulay, die hing even met zijn wiel vast. Nu niet meer. En nu is hij er bijna naast. Dylan de Chantil, Clopin de Boulay. Clopin de Boulay aan de buitenkant komt er niet echt naast. Het is Dylan de Chantil die gaat winnen. Heel bekeken van Minima. Clopin de Boulay tweede en derde met alles over aan de binnenkant. Elias, 16-5 voor de winnaar. Straks officieel, dames en heren, Dillinger Chantil die wint met Dennis Minema voor de Spanga Hoeve. En uiteraard zijn de mannen hier aanwezig. 1-17 rond voor de winnaar. Dankjewel Hans. Ja, Dillinger Chantil, Dennis Minema winnen hier de koers. Ja, je had hem van start af te pakken. Ja, zeker. Dat was ook het plan. De kop pakken en niet meer afgeven. Er was misschien wat een klein puntje van zorg naar de laatste koers in Frankrijk. Die was niet goed. Ja, maar dat is alweer even geleden, dus dat vergeten we weer. Was hij ziek? Toen was hij achteraf ziek, ja. Hoorde Bas zeggen, er komt een avontuurtje aan voor hem? Ik heb geen idee. Dat zijn eigenaren, die bepalen het. Dus ik weet het niet. Ja, Franse baan, met Dennis hoorde ik. Oh, nou, ik rij met alle liefde. Heel goed, heel goed. Dankjewel, Dennis. We gaan hem herenigen. Dennis Minema met Dylan de Chantil. Een 6-jarige bruine aan Kiwi uit Pollandry. Gevokt in Frankrijk, bezit van de Spangehoeve. Paard wordt getraind door Bas Krebas. Voortreffelijk gereden in dit geval door Dennis Minema, de eerste man aan stal. En Dillinger komt terug voor de groepsfoto. En dan komt hij aan, dames en heren, de laatste premium winnaar van vandaag. Je kunt in de handen, dames en heren, voor de winnaars van de Prix My Winner. Dillinger Chantil, Dennis Minema. Maar draaien vrij vlot. Start gevallen. Paarden zijn onderweg. En aan de relingzijde is Crystal Sun goed begonnen. Crystal Sun aan de buitenkant Dillinger Chantil. En zo gaan de paarden op weg naar de bocht. Aan de binnenzijde gaat Hans Krebas naar voren met Festival. En aan de buitenkant is ook heel goed begonnen. Davy Magique met Gerrit de Jong. Zo gaan de paarden de bocht in. Escobar TG trouwens, want als het Davy Magique was, dan was de koers nu al beslist. Het is Escobar TG die aan de buitenkant naar plaats 2 gaat. En zo gaan de paarden de bocht door. Als we straks de finish passeren, nog 2 ronden te gaan. En de leiding is genomen door Dillinger Chantil. Het paard dat op achterstand ligt op dit moment is Evolutief Dam met Henk Grift. Zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. 2 ronden nog. En de leiding in handen van Minema opent in 1-18-9 uit de banden. Dat is hard genoeg. Leiding in handen van Dylan de Chantil. Aan de buitenkant komt nu de tussenaanval van Elias. Elias aan de buitenkant gaat in de aanval op de leider. Daarachter aan de reling zijn de Escobar TG. En daarachter volgt dan de rest van het veld. Zien de drafietkleur aan de buitenkant van Kloppen en de Boulay. Heeft een goede start gehad, ligt al vierde. En Ebbingen kan zelfs even inparkeren. Zonder risico op insluiting, want het eerste paard aan de buitenkant is nog een heel eind weg. En dat is Bel Bonanza. Die komt nu wel hard dichterbij en dan kan Ebbingen gaan kiezen. Gaat hij Bel Bonanza voorlaten of gaat hij er vooruit? Zijn halverwege de rechte lijn overzijde. Leiding in handen van Dylan de Chantil. Daarachter op plaats 2 ligt Elias. En de derde plaats daarachter is voor Escobar TG. 16-9 de tweede tussentijd. Eerste kilometer 17 uit de banden. En Ebbingen denkt, ik neem dat risico niet, ik ga naar buiten. Aan de binnenkant is inmiddels opgedoken. B.
Bel Bonanza. Die lag net aan de buitenkant, maar die gaat weer terug naar binnen. En daarachter ligt Evolutief Dam met Henk Grift. Ze gaan de paard in de bocht hoor. Komen de rechte lijn voor de tribune in. En na het passeren van de finish nog een volledige ronde te gaan. En er verandert voorlopig weinig. Aan de start van het veld ligt Hans Krebas achterover. Die heeft morgen ook nog een gezellig feestje. Nou, als hij dat bierglas vasthoudt, dan trilt dat aan alle kanten. Hij ligt achterover, achter Festival. Zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Met nog een ronde te gaan. En dan gaan de proppen eruit aan de buitenzijde. Bij de tweede favoriet, Clopin de Boulay. 16-6 de tussentijd. En zo komt Clopin de Boulay dichterbij. Dichter bij de leider en dat is Dylan de Gentil. Gaan de runnersbocht weer in. Dylan de Gentil aan de buitenkant kloppen en de Boulay. Daarachter aan de relingzijde ligt Jaap van Rijn ook met de handen vol. Met Elias en de vierde plek aan de buitenkant. Is voor de halfbroer van Jokeface Evolutief Dam en Henk Grift. Daarachter aan de relingzijde valt Escobar wat terug. Maar deze Escobar staat nog op zijn benen. Dat kan je van die anderen niet zeggen. Aan de buitenkant daarnaast Bel Bonanza. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Lengte voorsprong en het tempo duidelijk omhoog voor Dylan de Gentil. 15-9 de tussentijd. Kloppen en de Boulay klampt aan. Daarachter aan de relingzijde. Denk Jaap van Rijn, hij mag wel wegwezen, die Clopin de Boulay, maar dan kan ik eruit met Elias. Zo gaan de paarden de laatste bocht in. En dan gaat naar de binnenkant nu de 7, Evolutief Dam. Gaat nu weer terug naar buiten. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En Ebbingen gaat nu echt aan het werk. Ebbingen denkt, het mag wel een keer. Clopin de Boulay, je was vroeger veel en veel beter. Laat het maar weer eens zien. Dylan de Gentil aan de buitenkant Clopin de Boulay. Die hing even met zijn wiel vast, nu niet meer. En nu is hij er bijna naast. Dylan de Gentil, Clopin de Boulay. Clopin de Boulay aan de buitenkant komt er niet echt naast. Het is Dylan de Gentil die gaat winnen. Heel bekeken van Minima. Clopin de Boulay tweede en derde met alles over aan de binnenkant. Elias 16-5 voor de winnaar.